Ruben, had jij je eigenlijk al volledig ingesteld op een kampioenschap voor KVA? Toen ik 's ochtends wakker werd wel, ja. Toen ging het wel echt bij mijn leven. En ze wonnen natuurlijk. En toen stond bij Stormbroek stond 1-0 achter. Ja. Op een gegeven moment dacht ik van ja, het gaat gebeuren. Ja. We gaan een feest krijgen. Toen moest ik wel even omschakelen om dat het niet doorging. Ja. Voor de mensen die dat nog niet weten na dit entweetje, jij bent een Lisserbroeker. Dus ja, dat dan KGA kampioen kan worden, dat geeft jou wel iets extra. Ja, ja. Je hebt zelf ooit nog de selectie gehaald? Nee. Ik heb één keer al eens echt te weinig mensen. Twee keer eigenlijk. Toen mocht ik meedoen na twee keer ergens in de helft. Ja. Dus mijn carrière bij KGA en de selectie is nooit echt... Maar goed, in de jeugd wel altijd hoor. Jeugd wel vaak selectie. En toen jij op een gegeven moment dacht van, nou, ik ga toch het eerste niet halen, weet je wat? Dan word ik voetbalverslaggever en dan kan ik op die manier nog mijn steentje bijdragen. Zelf heb ik wel de tweede divisie gehaald, kunnen die gasten niet zeggen. Ja, dus, zo is dat. Ja. Ruben heeft de tweede divisie gehaald, via KGA. Uiteindelijk naar de tweede divisie. Ja. Nee, maar dat terzijde, uiteindelijk KGA verliest, of wint, sorry. Wint, ja. Maar omdat Stormvogels natuurlijk ook wint, geen kampioenschap. Ja. En eigenlijk lees ik in alle reacties daarna, vind ik allemaal niet zo erg. Nou ja, dat vond ik ook wel grappig. Maar er waren ook wel mensen die zeiden van, weet je, dan sta je er eenmaal, dan sta je te wachten. Want dat was ook wel grappig om te zien. En toen hadden mensen ook zoiets van, ja, laat het nou maar ook gebeuren ook, weet je, dan zijn we er vanaf. Dan heb je hem gewoon binnen. Ja, maar goed, het meest ideale was eigenlijk gewoon beide winnen. Dus ook Stormvogels, dan kunnen ze zaterdag gewoon thuis afmaken. Tegen? ZSGO. WMS. En daar is het Hommeles, wist je dat? Oh, nee. Er is, die week daarvoor is er door de week een eenmansactie, heeft iemand de scheidsrechter getrapt. Zo. Toen is de trainer, Maasio Richters, ex-Jong Oranje, die is opgestapt. Er zijn nog wat spelers weggegaan. Dus, okay. Dus je kwam zwaar gehavend naar Lissabon. Ja, maar ook tegen Stormvogels dus. En daarom was iedereen ook zo verbaasd dat het heel lang 1-0 stond. Ja. Maar goed. We gaan het meemaken zaterdag. Ja, overigens, daar nog even kort over. Hebben ze aan een gelijkspel genoeg? Moeten ze winnen? Hoe ziet het eruit? Dit had ik nog beter op moeten voorbereiden. Okay. Nee, volgens mij gewoon winnen, klaar. Winst. Ja, winst en gelijkspel, dan zijn ze weer afhankelijk van. Ja, precies. Maar winnen, dan hebben ze hem. En dan, voor het eerst in de historie naar de tweede klasse, toch? Nee. Een paar jaar geleden werden ze achtste in de competitie. Pakten ze de derde periode, toen zijn ze gepromoveerd. En toen gingen ze het jaar erop druk uit. Nee, ik zit helemaal verkeerd te denken inderdaad. Zij worden dan voor het eerst sinds 1995, dacht ik. Worden ze dan weer, jaar geleden. Worden ze dan weer kampioen. Zo is het natuurlijk. Ja, daar komt een feest, jongen. Daar word je eng van. Nou, dan weet ik dus dat we... kijk, ik maak dan altijd een planning over wanneer het verslag en dergelijke komt. Dat die van u bent. Gaan we dus ergens zondagmiddag verwachten. Zondagavond. Dan ben ik wakker, denk ik. Nou, ik zou zeggen, ga er ook van genieten. Dat mag zeker. Je werkt hartstikke hard voor ons. Dus en het wordt ook leuk en er komen ook echt beelden. Ik heb ook geregeld dat ik mee mag op de platte kar. Kijk, ik ga naast de bestuurder zitten. Cool. En verder, daarna gaat het gewoon... Maar jij hebt ook zo'n tof apparaatje als dat waar je mee aan het filmen zijn. Dus, zeker, dus we gaan gewoon de hele dag in beeld brengen. En, gaaf. Jullie gaan het allemaal zaterdag, hopelijk, hè, want ze zijn er nog niet. Hopelijk gaan we het zien. Dat is, lijkt me helemaal mooi, daar hebben we zin in. Zullen we dat? We gaan het doen. Oké, jij bent echt een. Heb je ook een KGA shirtje die je aantrekt? Nee, dat net niet. Nee. Oké, dat net niet. Nee. Goed, 3,5 minuten over KGA gehad. Nou, dat is toch ook leuk? Ja, dat is we hebben het altijd over de grote dat clubs, is, maar nu is... hebben we ook leuker lekker over KGA. Wij moeten korter. Ja, dat is wel waar. Waar ik het ook nog even over wil hebben. Jij hebt die wedstrijd niet gezien, ik heb die wedstrijd ook niet gezien. Nee. We hebben wel wedstrijden het verslag gelezen. Is het Toon Zwetsloot effect bij Ter Lede? Ja, sinds Toon weggaat, draait het als een malle. Kunnen ze kampioen worden ineens? Eén puntje maar. Heel dichtbij. Ja, echt één puntje. Ze spelen niet meer tegen elkaar, geloof ik. Tegen RKAV Volendam? Ja? Nee. Daar hebben ze al twee keer tegen verloren. Ik weet niet wat het programma van Volendam is, maar... Nou, dat was wel grappig. Daar begon dus Ian van Otterlo in het verslag ook over. Ze hebben twee best wel listige uitwedstrijdjes. Nu tegen Nooddorp. Nou, dan zeg je eigenlijk, Nooddorp moet je winnen als koploper, omdat die ene laatste staan. Maar het schijnt een heel lastig bespeelbare ploeg te zijn op een moeilijk veld. Okay. En nu moeten ze tegen Schravenzand uit, wat ook weer een lastige tegenstander schijnt te zijn. En Ter Lede krijgt juist weer Nooddorp thuis, geloof ik, komende zaterdag. Nee, dus... Ik zou het leuk vinden, want dan hebben we een ploeg erbij in de derde divisie. Ja. Hopelijk ook Ruimvogels dan nog via de na-competitie, dat iedereen uit de hoofdklasse is. Dat zou het mooiste zijn. Ja. En dat je dan in de derde divisie volgend jaar... Quickboys Noordwijk, dat weten we niet wie of wat. Als die naar de tweede divisie gaan, zou dat ook weer hartstikke mooi zijn. Ja, maar dan heb je natuurlijk Lisse, Ter Lede en dan eventueel Ruimvogels. Dan heb je ook weer een leuke derde divisie. En dan die tweede divisie, dat is wel mijn droom dat dan ook Quickboys erbij zit en Noordwijk. Absoluut. En de VSP het haalt, dan heb je zes. Dan hebben ze er nou 3 en dan komen er 2 5, sorry. Nee, maakt niet uit. Vorig jaar hadden we er 4, zo was het. Ja. Toen hadden we Lisse erbij. Ja.
Dat zou mooi zijn, zeg. Ja, nou, dan heb je echt een topcompetitie. Absoluut. Overigens, die tweede divisie, die lijkt me op dit moment wel ten nadele van de Bollenstreek-team zo beslist. Ja, daar hoeven we niet meer over te hebben. Nee, oké. Okay. Zeker boven, nee, bovenin niet. Kijk, onderin VSV Winter, heel knap. Ja. Ik heb de goals gezien. Batumi Boeko heeft een hele mooie goal. Ja, ja. Zit er echt goal, lekker in. Ja. Ja, absoluut. Maar die winnen daar. Nou, 5 punten met Barendrecht. Volgende week geven we VV thuis. Dat is een wedstrijd waarvan ik had ingecalculeerd. Die gaan ze winnen. Ja. Dus dan komen we uit op, even kijken, 16 punten uit 6 wedstrijden eventueel. Gaat gewoon gebeuren, jongens. Kan weer op het formulier, ik zeg het weer, gewoon een eentje. Oké. Okay. En het wordt gewoon 2-3-0, niks aan de hand. Jij moet het eigenlijk ook over Hillegom gaan zeggen, hè? Dit. Ja. Want bij VVSW is het gelukt. Die zijn nu inmiddels, kijk de aflevering van een paar weken geleden maar terug. Toen zei je, ze gaan 12 punten uit 4 wedstrijden halen. Het werden er 10. Het werden er uiteindelijk 13 uit 15. Of uit 5. Ja. Inderdaad. Het staat bovenaan in de periode. Wil je dit nou op dit moment ook even voor Hillegom dan zeggen? Ja, ik zit even tegen wie ze moeten. Je durft het nog niet echt, hè? Laten we rustig beginnen. Rustig beginnen. Uit de komende 3 wedstrijden... Ik speel ze volgens mij 2 van thuis. Uit Geest krijgen ze, geloof ik? Ja, ik dacht AFC 34. Oké. Okay. En dan nog een uitwedstrijd. Misschien bij AGB, dat zou kunnen. Dat weet je, nou, dat weet je, want dat komen zo even op. Maar ja. Dat is ook nog een leuk verhaal. Hillegom gaat... we gaan er gewoon voor. 3 wedstrijden, 9 punten. 9 punten. Ik dacht misschien nog 7, nee. Dat je een beetje in wil denken. Nee, we gaan gewoon voor de voluit. Hillegom, ik zweer het je, als Ruben dit ook nog eens een keer goed heeft. Ik heb er vertrouwen in, want was er gisteren. En dan zag je echt de eerste helft, was echt de allerbeste helft van het seizoen. En de tweede helft valt een tegengoal en het is helemaal weg. Het VSB-complex. Ja, nou ja, dat was ook gewoon precies hetzelfde inderdaad. Ja. De eerste helft fantastisch en dan tegengoal klaar. Echt. Onbegrijpelijk. Ja, dat is wel grappig dat je dan en bij VVSB dat hebt gezien. Ja. En dat nu dus ook bij Hillegom in een laag niveau zit. Kunnen ze niet een sessie met elkaar inplannen? Want bij VVSB is de omslag er ineens gekomen. Kan Bas Naber niet even bellen met Erik Meijers? Ja, waarom niet? Die werd trouwens goed nagedaan in de tv-kantine. Ja, het was wel grappig. Ja. Ik vond dat Carlo Boshart Erik ten Hag echt goed nadeed. Ja. Dat het bij Erik Meijers wel grappig. Ik vond het wel grappig dat hij er een rol speelde. Dat ben ik met je eens. Goed. Absoluut. Nee, maar 9 punten, 3 wedstrijden. Ja, en je begon net over AGB, want dat is natuurlijk een raar verhaal daarmee. Hè? Ja, die moeten even kijken. Als de straf, ik denk dat het deze week gaat gebeuren. Misschien vandaag, misschien als we dit al uitzenden, dat het al, zover is. Maar die staan zo meteen op 12 wedstrijden, want de straf was 5 punten mindering, 8 wedstrijden overnieuw, omdat ze een speler hadden opgesteld die niet speelgerechtig was. Nou, kijk vanochtend op Hollandse Velden, stonden ze al onderaan met 12 gespeeld, 3 punten. Dus dan moeten ze, tot wanneer loopt de competitie? Eind mei, zoiets? Ja. Moeten ze nog 8 wedstrijden daartussen gaan inhalen. Bizar. Succes, want de competitie duurt nog maar 6 weken. Ja, dat worden woensdagavondwedstrijden. Nee, dubbele programma's, gewoon 3 wedstrijden in de week. Ja. Dus... Geen idee hoe ze dit gaan doen. Maar ja, het wordt nog interessant. En dat zou betekenen dat Hillegom dus geen laatste meer staat. Nee, dat zou heel positief natuurlijk zijn. Maar AGB heeft nog wel een 8 wedstrijden goed in. Ja, dat is absoluut waar. Maar het scheen dus om een speler te gaan die echt gewoon heel goed was. Daarna hebben ze ook echt gewoon een paar wedstrijden achter elkaar ook gewonnen. Ja, ik zat er vorige week al een beetje naast. Ik zei OVC en AFC, maar volgens mij heeft hij bij Zeeburgia gezeten. En wel bepaalde clubs in Amsterdam. Maar toen hij meedeed, pakte ze 20 punten uit 8 wedstrijden. Ja, dat... Maar wat ik krom vind aan die straf, want die speler is 6 wedstrijden geschorst. Die mag 6 wedstrijden niet meedoen, maar ze moeten er 8 overnieuw spelen. Oké. Okay. Is dat dan natte vingerwerk van de KNVB? Of waar slaat het op KNVB? Nou, misschien moet je ze even nabellen. Hillegom is natuurlijk een beetje jouw clubwatcher. Ik heb jaarlijks contact namens Hillegom met de KNVB. Ik ben elk jaar wel wat. Ja, dus, vorig jaar als de Delft wel of niet spelen. En nu dus dit. Nou, ik zie de bijl hangen ook. Het wordt gewoon weer tot 1 juli. Dan kan ik pas op vakantie. Of het is weer een narrow escape. Zou het zomaar kunnen worden voor Hillegom. Noem eens waarom. We gaan het zien in ieder geval. Dat is ook alleen maar leuk, man. Het zijn bijzondere competities waar je bij Hillegom de laatste tijd. Zag ze uitgedrukt, ja. Ja. Nog even, we waren ook allebei dan weer niet bij die wedstrijd, maar ik vond de einduitslag bij SCC Quick Boys flink. 0-5, hè? Ja. 0-5. Wat dacht jij toen je dat zag? Ja, als je kijkt naar materiaal, dan denk je van dit kan. Maar je denkt toch, een derby, dat zal niet zo gauw zo'n uitslag worden, toch? Maar dat betekent dan toch dat kwalitatief toch een stuk sterker zijn bij Quick Boys. Ja, goed. En ik denk dat ze bij SCC dat er meerderheid ook van Quick Boys was, denk ik, die supporters zoals altijd.
Ja, nou ja. Meestal ja. Thuiswedstrijd dan. Dat ja, een halve thuiswedstrijd. Ik heb geen wekker gezet. Maar het is wel 10 minuten. Dus even tot afsluiting. Ik vond wel overigens de reactie van best wel wat mensen binnen SCC eigenlijk wel heel erg, ja, hoe zeg ik dat eerlijk. Abbas Altemimi, die zei het na afloop al, die zei gewoon op het moment dat wij maar één foutje maken, dan wordt het gelijk afgestraft in die derde divisie. Ja. Dat zei eigenlijk Jordi Groot vorige week ook al. En Jacques Polak was het daar deze week ook mee eens. Die overigens gefeliciteerd natuurlijk naar de ADO Den Haag vrouwen gaat. Leuke job. Ja. Cool. Kijk maar, ja, het is een keer wat anders. Ja, absoluut. Absoluut. 10 minuten zijn geweest, dus hier hebben we weer even een zetten we een streep door dit gedeelte van de uitzending. We gaan het namelijk over de geruchten en primeurtjes hebben. En omdat ik niet langs de velden ben geweest dit weekend, ik ga komende zaterdag wel weer. Ik denk dat we schaars zijn dan. Heb ik, zit ik wel met een klein probleempje. Nou, ik heb wel wat. Ja. Ik heb wel wat. Nou, vertel het maar. Nou, ik heb een beetje opgevangen dat VWSB nog een poging gaat doen om Sven Verlaan alsnog te laten blijven. Oh, kijk eens aan. Die deed het heel goed. Ik was er van de week en ik kreeg wel het vermoeden dat... Nou, Sven die zei het nog wel bij West, van ik heb hem volle verstand bij UVS getekend. Ja. Maar er wordt nog wel over nagedacht, want ze willen hem echt graag behouden voor de club. Nee, je ziet het nu ook in dat 5-3-2 systeem, met Verlaan er ook zelf nog bij, dat het hartstikke goed gaat. Ja. En daarnaast, Sven Verlaan is natuurlijk naar UVS gegaan, ook mede goed gesprek gehad met Stefan Roodakkers daarover. Die nou natuurlijk dan weer naar Terlede gaat. Mooi bruggetje dit eigenlijk. Weet je wat Mark van Wonderen gisteren zei in zijn interview? Dat er twee clubs waren met wie die... Ja. Eén is Hillegom. Ja, en die andere. Ja, UVS. Nou, jij zegt dat dan, ja. Ja. Nee, ja, die is heel concreet. Ja. Dus dat is dan prima nummer 2, die we er even uit... maar ja, ik vind het wel een leuke keus. Want hij is toch vanuit het Westen heen, echt bij Alkmaar daar vandaan, was hij ooit trainer... Heeft toch wel echt zichzelf in de kijker getraind, dan denk ik. Ja, ja, sorry. In de Bollestreek. Vind ik echt knap. Ja, hartstikke cool. Echt leuk dat dat ook kan. Woont hij nou ook in de Bollestreek? Dus voor hem denk ik alleen maar... Nou, hij woont er nog niet, hè? Ja, nou, hij woont nou in Nieuw-Vennep. Hij woont nu in Nieuw-Vennep en hij gaat in Lisse wonen, ja. Dus ik zie hem hopelijk binnenkort wekelijks dan, denk ik. Als ik weer naar ergens naartoe ga, de zaterdagavond. Ja, de zaak. Of, De zaak niet. Oh. Die heb ik afgesproken. Oh, deze keer was jij namelijk bij de Technobunker in... hoe heet dat nu? Haven 4? Haven 4. Vroeger heette dat Bas Hotel. Ja, dat was ook leuk. Heb ik zelf ook ooit nog een feestje gegeven daar. Gegeven dat? Ja, ja. Ik zat vroeger ook in die scene, hè, met de technofeestjes. Maar ja, toen was jij denk ik nog een jaar of 12 of zoiets. 8. Nou, zo lang is het ongeveer al bijna geleden hoor. Al een jaar of 6, 7 geleden dat ik dat gedaan heb. Nee, wel 12 ongeveer. 13, 14. Maar goed, we dwalen weer af. Ja. Overigens, wat ik wel grappig vond, is dat deze maandag heeft VVSB een nieuwe speler gepresenteerd. Ik zei vorige week van ze zijn met een naam bezig. Dat was niet die. Dat was niet die. Nee. Nee. Dus er komt nog wat bij. Nou, ja, ze zijn met iemand bezig inderdaad, ja. Dus, laat niet los wie? Nee, ik laat absoluut niet los wie. Okay. Dat heb ik gewoon heel netjes met iemand afgesproken. En ik ga niet zeggen van wie, want dan geef ik ook de bronnenprijs. Ik wens wel Tjuma Bosman, dat is niet denigrerend bedoeld, maar onwijs veel succes. Want ik heb Victor Schiphol gesproken van die week. Die zegt ook van ja, als je rechtsback bent bij VVSB en je hebt Richello Vercuna voor je, die ik echt een van de betere bij VVSB vind. Ja, die jongen heeft in 3 seizoenen 100 wedstrijden gespeeld. Aan de andere kant is het wel goed dat zo iemand ook echt gewoon een goede concurrent krijgt. Ja, dat sowieso. Maar het zegt wel wat over Vercuna. Ja, absoluut. Absoluut. Hey, we zitten al 13,5 minuten. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Ja, we zijn een keertje op tijd. Ja. We zijn op tijd een keer. Zeker weten. Volgende week ben ik dus wel weer langs de velden. Afgelopen week was ik dat niet. Dus dan denk ik dat er ook wel weer iets meer primeurtjes komen. Jij gaat nog een keer naar Kagia. Zullen we hem zaterdagavond anders opnemen? Dan kunnen we lachen, joh. Ja, maar dan moet ik naar Lissebroek komen, denk ik. Nou, wat is daar... Nou, ik ga misschien eens even kijken of dat lukt. Maar ik vraag me af in welke status ik jou op zaterdagavond rond de week... Ik denk met 5 dubbele tongen en... Ja, dan kunnen we het misschien toch maar beter op de maandag gaan doen. Maar daar hebben we het van de week nog wel even over. Bedankt voor het kijken. En tot volgende week. Tot volgende week.